Onder streng toezicht worden vier gelijkwaardige salami-pizza's blind getest. De pizza's die je tegen elkaar op gaat nemen in deze smaaktest zijn... de pizza van de Aldi voor €2,79. De Lidl voor €1,39. De Euroshopper voor €1,45. En tot slot de Dr. Oetker, de duurste, voor €2,94. Maar gaat ons panel dat prijsverschil ook proeven? Ons smaakpanel bestaat uit deskundigen en liefhebbers. Ik ben Nicoletta Tavella. Ik heb een Italiaanse kokschool in Amsterdam. La Cucina del Sole, de zonnekeuken. En ik geef onder andere pizza-workshops. Ik ben Paul, student. Sinds mijn 9e verslaafd aan pizza. En ze noemen me Pizza Paul. Ik ben Astrid en thuis zijn wij echte pizza-fans. Ciao, ik ben Giovanni. Ik kom uit Rome. En ik ben de eigenaar van Cucina Casalinga. Italiaanse catering, tracteur en pizza-delivery. Het panel let naast de smaak ook op uitstraling, structuur en geur. De eerste pizza die uit de oven komt is van Lidl. De jury is duidelijk verdeeld. Ik dacht, hier word ik niet vrolijk van. Echt niet. Had ik wel een goede uitstraling, vond ik. De deeg was wel knapperig op het eerste gezicht. Ik hou wel van een beetje dikke bodem van de pizza. Die had hij dus niet. En ik miste een beetje de tomaat. Er zat heel weinig tomaat op. Aan de zoete kant vond ik de smaak. Salami plakjes een beetje onduidelijk. Ik wist niet wat voor salami het was. Het was een vrij krokante bodem. En niet te dik, daar hou ik zelf van. Ja, ik vond het eigenlijk best een prima pizza. Te weinig korst, te veel kaas. Het wordt niet echt de real thing. Het smaakt naar mijn smaak niet echt naar echte pizza. De volgende pizza is van Dr. Oetker. Goede reacties, zelfs van de deskundigen. Hier kan je wel zien dat de producent heeft wel zijn best gedaan om een soort rustieke, ambachtelijke uitstraling te geven. Ik moet zeggen, ik heb veel pizza's gegeten in mijn leven, maar deze was echt in één woord helemaal tof. De geur was ook best wel aangenaam. Ik kon duidelijk de kruiden ruiken. De mozzarella, alles klopte. Ook de structuur van de deeg was lekker, kramperig. Het sneed heel makkelijk en toch kon je het een beetje horen. Kaas en salami kan ook iets beter. De salami vind ik meestal te zout. De kleur maakt me ook niet echt helemaal happy, want het is een beetje zo'n nep rood kleurtje. Ik vond het een lekkere pizza. Hij zag er een beetje ambachtelijk uit. Niet zo lekker commercieel uit de machine, zo'n rondje. De smaak was goed, rook lekker. Ik denk dat dit een Dr. Oetker pizza was. Heel goed, Pizza Paul. Dan de Euroshopper pizza voor maar €1,45. De aanblik was voor Giovanni niet helemaal wat een pizzakenner van een pizza verwacht. Ja, dat was helemaal niks. En de smaak? Dat was echt een verschrikking. Zelfs vond ik heel nep. Heel zoet, te pittig. Bij de eerste hap was ik klaar mee. De salami integendeel vond ik wel tot nu toe de beste. Alleen toen ik zo'n stukje omgekeerd liet hangen, kwam heel veel vocht eruit. En dat vind ik iets minder. Er zaten allemaal van die witte stipjes op, dat ik denk van... ja, ik weet dat het kaas is, maar het zag er ook anders uit. Zelfs onze student krijgt dit niet naar binnen. Ja, het begon al met de hele uitstraling. Het was gewoon eigenlijk een rond stuk deeg met kaas en salami. En ja, het zou ik geen pizza durven noemen. De laatste pizza in de Smaakpolitie Pizzatest is de Aldi Pizza. Ook deze wordt op een professionele manier, volgens de gebruiksaanwijzing, gebakken. De pizza roept extreme reacties op. Schifezza. Wat een viezigheid. Ja, echt, ik vond het echt una gran schifezza. Ja, het was niet lekker. Duidelijk. Meer dan niet lekker. En wat doet Pizza Paul? Er stonden echt plassen met vet op de salami. Als ik deze pizza thuis neerzet, dan slaap ik vanavond op de bank, denk ik. Gek genoeg heeft Giovanni nergens last van. De structuur was goed. Ik kon het wel meedoen, dus heb ik het wel een paar hapjes van genomen. Nou, dit is geen studentenvoer. Ik denk dat je dit eerder hondenvoer kan noemen. De laatste punten worden gegeven en dan kunnen ze worden geteld. Wie gaat de smaaktest winnen? Wordt het de Aldi, de Dr. Oetker, de Euroshopper of toch de Lidl? Hier is de uitslag. Op nummer 4 eindigt de dure Aldi-pizza. Op 3 de goedkopere Euroshopper. Op 2 de voordeligste van de Lidl. En unaniem door iedereen als beste getest op 1, even duur als de slechtste, de pizza van Dr. Oetker. Conclusie, let dus niet alleen op de prijs als u een pizza koopt,